Miranda Menia 2017 gaat weer van start. Ze zijn vanochtend begonnen met de scholieren van de basisscholen. Wat is er allemaal aan de hand met Miranda Menia? Wat is het? Nou, het is een object geworden of een evenement geworden wat opgestart is naar het overlijden van Miranda. En dat heb zo inboost gegeven aan mensen om de bewustwording wat er nou allemaal gebeurt. Er zijn mooie dingen, maar ook slechte dingen aan leven. En dat hebben we met z'n allen opgepakt om daar een positieve inbreng aan te maken. En dat leeft in de hele gemeente, Medelblik, vooral Medelblik ook. Daarna is Mark een van de voortrekkers van het Lentefestival geworden, erachteraan. Maar we hebben dus vandaag voor de jeugd, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat de jeugd bewust is wat er nog meer is. Hè. Ook even lekker spinnen, lekker lachen, maar wel weten waar je iets voor doet. Dat vind ik belangrijk. En dan hebben we morgen de grote marathon. Nee? En dan morgenavond hebben we het Lentefestival met heel veel goede beentjes. Ja, want om naar de markt toe te gaan. Ja, Miranda was jouw vrouw. Ja. Overleden aan kanker. En zodoende zijn jullie toch tot het Miranda Festival gekomen. Ja. Ja, de collega's van Miranda die hebben de eerste Miranda Mania Spinning Marathon georganiseerd. Dat was gelijk met de Giro d'Italia, vandaar Giro Mania, Miranda Mania. Dat is zo is de naam ontstaan. En wij hebben dat daarna met z'n drieën opgepakt. Hebben een stichting van gemaakt. En nu inmiddels de zevende keer dat we het gaan doen. En ja, je ziet er werken tientallen vrijwilligers keihard 2 dagen om het allemaal voor elkaar te maken. En elk jaar wordt er weer een record gevestigd wat de opbrengst is? Nou, dat is altijd afwachten, dat weet je nooit. Hè. De samenleving verandert wel eens. Ik ben trots dat we zoveel goede sponsoren hebben die ons echt altijd trouw blijven. Hè. En voor de rest is het altijd afwachten. Hè. Maar het doel is het bewustwording van wat er is. En dan daarna kunnen we dus zeggen, kunnen we nog wat doneren aan de doelen met een Noomstichting, Inloophuis, Medelblik en dergelijke dingen. Dat is eigenlijk de volgende stap. Belangrijke stap is mensen weten waar je mee bezig bent. En daar proberen we dan een goede indruk aan te geven. En hoeveel mensen komen er morgen? Ja, we hopen natuurlijk 800. Van dan hebben we volle bak. Maar met een mannen 500 zijn we ook heel blij. En we hebben vanavond op hetzelfde podium de reunie van de dijk. Dat moeten we niet vergeten. Want ook die mensen werken heel erg hard. En dat ziet er heel goed uit. Die gaan zeker over die 500 heen. En mensen mogen komen kijken morgen naar het spinnen? Jazeker. Alles is gewoon, iedereen mag binnenkomen. De deur is open. En iedereen kan erin. En het kost niks. En als je wilt doneren, kan het altijd. Er zijn altijd doneringskaarten aanwezig om een donatie te doen voor de stichting. En waar moeten ze wezen, Medemlik? Ze moeten wezen in de Sporthal de Muiter. En om 12 uur gaat de spinningmarathon los. En s'avonds om 8:30 zijn de deuren open voor het Lentefestival. Roel zei het al, we hebben 3 fantastische beentjes. Moers met Nederlandstalige pop, 8PM, hele goede coverband en Phoenix. En we sluiten af met een wereldbekende DJ. Dat is DJ Sharoos. Ja, en die heeft zijn fanbase in Azië. Dus dat geeft wel aan dat het echt kwaliteit is wat er morgen komt. Veel plezier en veel succes morgen. Dankjewel Henk. Dankjewel Henk. En entree is gratis.